Ik ben Roman Gomez Suarez en we zijn hier bij Prisme aan Draken in Eindhoven, waar we glasvezel maken. Ik bemoei me vooral met het begin van het proces dat goed verloopt. Het proces begint met een holle kwartsbuis waar gasstromen doorheen gaan. Daardoor vormt daar een plasma. Dat zorgt ervoor dat licht er goed doorheen kan gaan door de glasvezel. De buis die plaats ik dan in een oven. Die wordt dan op zo'n 2200 graden gebracht, zodat die week wordt en een massieve staaf wordt. Dan gaat die in een oliebad met daarin infrarood licht. Daarmee kunnen wij dan de kwaliteit bepalen. Is de kwaliteit goed bevonden, dan gaat die naar Frankrijk. Daar wordt extra glas op gespoten. Nadien komt hij weer terug. Dan wordt hij in de trekkerij getrokken tot glasvezel. Vervolgens komt de glasvezel in de meetkamer. Wordt deze verdeeld over spoeltjes in kortere lengtes. Daarna wordt de kwaliteit gemeten en bepaald. De glasvezel is dan klaar. Maar er zijn ook klanten bij die voor de onderscheid een bepaald kleur op willen hebben. En dit gebeurt bij de kleurafdeling. Zo'n 5 jaar geleden ben ik bij Prisme aan Draken gaan werken. En 2 jaar later kon ik gebruik maken van de opleidingsmogelijkheden. Het school- en werkgebeuren komt allemaal heel goed samen. Je kunt zelf je snelheid bepalen, want het is individueel ingericht. Er is een klaslokaal bij Prisme aan Draken en de leraar die komt dus naar het bedrijf toe. Dat is gewoon, ja, super.